Oeh, welkom. We gaan naar de training en dan gaan we lucht. Ja, we gaan naar de lucht. Nou, pro. Oké. Dan gaan we naar Bedwigs Park. En hier hebben we ook nog een bekende. Dat is Christian. Nog bekend van Chris Power 2007. Oh, wat zijn we dadelijk blij dat het jaar erop zit. Fuck dit. Nee. Veel te hoog, man. Kijk eens, we gaan naar sneeuw. We gaan naar Twouwbeck Stadium. Hey, Twouwbeck. Kom er trouwens bekend voor. Oké, daar gaan we. Ah, nee. Oké, nou, daar ben ik. Oh nee, niet weer dat. Nee, niet weer zo'n hockeystick. Niet weer zo'n hockeybal. Omdat je dat zelf aanbiedt. Maar dat is leuk. Ja. Vorige week ook al gedaan. Lijkt die video nog van? Wat was het? Woensdag, hè? Dat was woensdag. Dat was woensdag, was dat. Toen deed ik een partijproef. En wat de fuck heb ik een rare auto eigenlijk? Die heeft gewoon een vin op zijn rug. Oh, lijkt wel een haai. Het einde van het jaar nadert. We gaan terugkijken op een bewogen jaar. Een slecht, succesvol jaar. Met al die coronaperikelen. Hoop dat... En het staat 0-2. Jongen. Word ik gelijk weer gebotst. Zelfs met de corona heb je weinig kans om gebotst te worden. Kom op. Druk om over te slaan. Ja, dat doe ik toch ook. Staat het goaltje verder dan? Ik zeg je heel eerlijk, ik vind het zo pittig dit. Ja, moet ik weer met zo'n hockeystick of een hockeystick, ik weet niet hoe dat heet. Hockeypunt, hockeybal. Jongen. Hé, hey, die goals staan inderdaad weg. Die staan verder weg. Oh, dat vond ik wel vreemd. Ja, kom op. Die heb ik gesloopt. Of nee, die heb ik niet gesloopt. Als je die balletje krijgt en je doet hem rond, kan je harder. Wow, dat wist ik niet eens. Kijk, pak eens die gele ding. Oké. Pak die oranje ding. Pak eens die bolletje en doe eens een rondje. Ga je harder. Wow, dat is echt vet. Oké. Pak het. Goed zo, scoren. Ah. Voorgeven. Maar het doel staat ook gewoon veel. Het staat gewoon in. Gewoon ietsje te dichtbij. Lijkt wel alsof ik in fucking schaatsen zit. En wat moet een fucking auto met een haaienvinger op zijn rug? Lijkt echt alsof ik van haai ben. Oeh, ben een haai. Een haaienauto. Die heeft gewoon een vin op zijn rug. Jongen. Gewoon een vin op zijn rug. Even kijken. Nee, lekker. Hoe heet die? Met kerst leg ik in bed daar alvast aan de gourmet. Dat was van mijn vader. Een video. Dus mensen... Maar mensen, het is nog niet denderend hoor. 0-3. Wat vind ik dit slecht zeg. Jongen. Pas op als je niet... Pas op als je niet in je eigen goal scoort. Dan krijgt eigenlijk... De speler die je voor het laatst hebt geschoten. Die krijgt dan een doelpunt op zijn naam. Wat de fuck gebeurde er daar? Ik vind het echt heel erg slecht. Vorige week, afgelopen woensdag, dinsdag, wat was het? Dinsdag, dat was dinsdag. Ik dacht, ik ga het nooit meer. Zo'n hockeyrondje. Hoe het ook moet doen. Het was geen hockeystick. Hockeystick is dat je het in de handen doet. Ik heb geen knik aangeraakt. Wat vind je slecht zeg. 4, 3, 2, 1. Nee, gaan we naar vrij spel. Gaan we hierheen. Naar de Utopia Colossum. Hij heeft weer gewoon een haaienrug. Of een haaienving op zijn rug. Wow.
Wat gebeurt er als ik de doelpunt heb gemaakt? Kom op. Maak de goal. Daar is Ajax aan de bal. Kies daar. Nee. Daar is. Promes. Promes geeft hem aan. Martinez. Nee, die is vrij. En Ado Ven. Dit vind ik zo onverwijselijk. Heet hij gewoon Ado Ven 070. Sorry, jongen. Nu weet je. Fuck dat. Ik ben ook klaar. 070. 070 is volgens mij Alkmaar. Nee, het is 040. 040 is Alkmaar. 070 is Den Haag. Ja. 010 is Rotterdam. De 020 is Amsterdam. 0 Eindhoven moet dan 030 zijn. 030. En wat is 0100? 0100 zal... Nee, 030 is Utrecht. Ja, 030 is Utrecht. En dan moet 050 moet PSV zijn. Was dat het? Heb je geen 0100, 0111? Kom op. Huntelaar aan de bal. Moet Feyenoord overgaan naar het nieuw stadion, ja of nee? Ik ga zelf voor nee. Het is gewoon veel te duur, man. Als je een villa voor 1000 euro zou kopen, dan zou ik ook gelijk nee zeggen. Ik ga trouwens nooit in een villa wonen. En ook niet in op een boerderij. Ja, fuck villa's, man. Als ik voor 1000 euro, kijkers, een villa ga kopen, dan moet ik echt miljonair zijn. Dan moet ik gewoon fucking miljonair zijn. En als je voor 100 euro vuurwerk haalt, nou dan mag het. Dan ga je gewoon even naar de vuurwerkwinkel en dan haal je daar een paar zakjes vuurwerk. Wat een goal. En op de paal door Kramer. Bijna 2-1. Kan je zeggen, dure vuurwerk moet je nooit afsteken. Ja, en natuurlijk bestaat dat. Dure vuurwerk. Ik weet al welke dat zijn. Dat zijn van die fucking sterretjes. Ook al zag ik in de schuur al heel veel vuurwerk liggen. Doelpunt, het is een prachtige treffer. Ado Ven 070 heeft gescoord. Ja, bla bla bla. Bla bla bla, klaar. Rocket League. Nou, 70 minuten gespeeld. Tot de volgende keer.